Door de coronapandemie verdwenen er tussen februari en december 2020 10.700 banen in de schoonmaaksector. Hoe gaat het nu? Dat ontdekken we in Antwerpen. De grootste impact die corona heeft gehad in onze schoonmaaksectoren, dat was de financiële impact. De inkomstenvermindering door de kantoren die gesloten waren, door telewerk, waar eigenlijk de telewerkers gingen zelf schoonmaken, gingen zelf hun strijken doen en ook failliete, veel bedrijven in failliete gingen. De grootste uitdaging was om voldoende klanten te kunnen vinden tijdens de pandemie zelf en om ook bedrijf bekend te kunnen maken tussen veel concurrenten hier. Dus dat was de grootste uitdaging voor ons. Hoe hebben we dat aangepakt? Door aan prijzen van onze familiebedrijf en website te kunnen posten aan social media, door flyers uit te delen en mond-aan-mond reclame. Wij bieden verschillende schoonmaakdiensten, zoals poetsen bij bedrijven, poetsen zonder dienstencheck, zoals voor speciaal opdrachten, voor verhuizen, voor bureaus bijvoorbeeld, verbouwing, restauratie, poetsen bij particulieren met dienstencheck. Bijvoorbeeld kleren ophalen bij klanten, voor te strijken en ook kleren terugleveren bij klanten, dat doen wij dat ook.